zitten we met de parel van Brabant, de Witte Tornado, Björn van der Doelen. En Björn, wat is jouw dreamteam alle tijden? Het is heel moeilijk, maar op goal Waterreus, rechtsback Theo Lucius. Waarom Lucius? Ja, hij was een hele goede voetballer. Maar ik heb ontzettend veel mee op de kamer gelegen ook, als we op trainingskamp waren, veel mee gelachen. Oké, linksback? Jan Heijnsen, omdat hij gewoon een ontzettende goede linksback was. Een hele rustige jongen, dus ik ging er niet heel veel mee om of zo. Maar als je ziet hoe lang die op hoog niveau heeft gepresteerd, de back. Oké, centraal achterin? Ja, op Stam. Nou, dat hoef ik niet toe te voegen. Nee. En dan Patrick Pothuizen. Bij FC Twente en NEC meegespeeld? Ja. En ook veel meer op stap geweest. Dus ja? die voor de nachtelijke. Ja, komt dat een beetje in die tijd ook? Ja, volop. Gelukkig maar. Er waren toen die telefoons met film en zo, was toen nog niet. Hè? Nee. Dus daar heb ik geluk mee gehad. Nog een telegraaf of zo. Precies, een heel journalist af en toe. Maar Potje was ook gewoon echt een goede voetballer hoor. Echt. Maar daarnaast ook, heb ik ontzettend veel om mee gehad. Middenveld. Jan Wouters. Dat was een jeugdidool. En toen ik bij de selectie kwam, speelde hij bij PSV. Dus heb je een beetje van leren schoffelen eigenlijk? Nou ja, dat zat er wel al in, maar daar keek je heel erg tegenop. Ja. Daar was ik gewoon een beetje bang van zelfs. Als hij boos werd, dan... Jan. Ja, dat was echt, maar dat was een held en een fantastische voetballer. Oké. En verder op middenveld? Philippe Cocu. Dat is wel denk ik een van de meest complete voetballers ik ooit mee gespeeld heb. En nog op rechts hebben we nog? Van Bommel. Van Bommel had ik... In het veld, op de training eigenlijk altijd het bonje mee. Ja, maar ik kan wel uitdelen, maar incasseren is hij niet zo goed. Okay. En ik vind het dan ook wel leuk om ze dan een keer ook wel uit te delen als ik wel in moet incasseren. En dus dat, maar fantastisch voetbal. Vooral toen hij in mijn tijd bij PSV kwam, hè, dus voor zijn eerste periode, toen was hij als diepgaande middenvelder scorend en ja. Echt goed. We hebben nog drie aanvallende posities over. Ja, Ronaldo, Van Nistelrooy en dan Nielis daarachter. Ja. Dat zijn niet de minste. Nee, dat zijn niet de minste. Dat is wel leuk om mee te voetballen, denk ik. Kon je wel wat geven. Ja, ja, dat is fijn. Vooral als je weet dat als een ploeg voor geen meter loopt en je denkt, nou, als we maar de nul halen, die janken er daar wel in. Ja. Tot slot, wie moet dit zooitje ongeregeld aanvoeren? Kees Rijvers heeft mij laten debuteren. Hele rustige man. Daar heb ik heel lang contact mee gehouden nog. We schreven elkaar brieven. We woonden die in Frankrijk. En dat is een tijd terug. Toen moest ik spelen in een record store day in Breda. Toen is hij met zijn kleinzoon komen kijken. Oh ja. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ruud Stevens wil ik dan graag als assistent. Die heeft mij in de jeugd is hij erg belangrijk voor mij geweest. Lekker pittig. Bikkelhard, maar gewoon ook echt een goede trainer. En dan wil ik ook graag nog een assistent. Want dat is tegenwoordig allemaal. Ja. Johan Neeskens heeft mij toen bij Twente weggehaald naar NEC. Toen ik dacht dat ik geen kant meer op kon. En dat was zo'n... fijne vent ook, van een lieve kerel. En een goede trainer ook. En oké, met karakter. Goede kop. Ik noem hem altijd de grootste cowboy die ooit in de voetbal heeft rondgelopen. Zo zouden er meer moeten zijn, maar ja, die zijn er niet meer. Goed, dankjewel. Tot. Dankjewel.